Zo. Koud. Het ijs is koud, hè? Oeh. Ja, ik heb warm binnen. Ja, jij zit bij de kachel. Ja, dat is echt top. Ik zit bij deze kachel en hij zit bij die kachel. Lekker. Welkom allemaal. Bij Thijs en Melissa. Daar zijn we weer. Ja hoor. We gaan vandaag een spelletje doen. Met een rietje. En een stukje papier, die hebben wij gewoon gescheurd. Het is gewoon scheuren in vakjes en vouwen en scheuren. Nou, dat komt helemaal precies. Goed. En je hebt 2 rietjes per persoon nodig. Ja, dat is wel... hoeft niet. Mag. Ja, je kunt ook iets anders bedenken hoor. Maar goed, 1 rietje heb je sowieso nodig om te gebruiken. Dan ga je zo meteen als volgt. Spel 1. Je zuigt het papiertje op, je tilt hem op en je laat hem hier weer vallen. Even laten zien. Ja, dat is goed. Ben je niet zo goed in, hè? Oh nee, zie je, daar gaan we al. Nou, Thijs. Tuurlijk, en Thijs doet het even voor. Gelukkig ging het me net beter af. Ik ga nog even oefenen, denk ik. Kom, let's get started. Oh, ja, ja. Oké, check. Ja? Ligt het goed? Ja. Komt-ie. Ja. 3, 2, 1, go. Dat was eerder. Ja. Ja. Zo is het. Moeten we het nog een keer doen? Ja, sowieso. Ja. Okay, revanche. Revanche. Oké, Thijs. Koud, hè? Man. Ik heb hem zo neergelegd. Leuk als doppelsteen. Goeie. Kenny? Ja. 3, 2, 1, go. Doe normaal. Ah, netjes. Goed gedaan. Ja, zeker. Ja, goed gedaan. Hier hou ik wel van. Ik ben benieuwd hoe jullie het er vanaf brengen. Succes allemaal. Ben je klaar voor spel 2? Zeker. Oké, luister goed. Ik heb hier een balnoot, maar dat kan ook een balletje zijn of een pingpongballetje. Nou, knikkertje lijkt me niet zo handig. Dat is een beetje hard. En een pendaalemmerzakje. Een zakje wat je kunt vinden, maar niet zoveel uit. Denk je dat een grote zak wel handig is? Ja, wel een beetje grote zak. Ja. Dat is leuk. Je doet er een beetje lucht in. Loop je erin. Ja, het gaat goed komen. Zo. Kijk, dan heb ik een soort ballon gemaakt. Oh, deze is wel hard thuis. Misschien moet ik ietsje lucht laten lopen. Ietsje maar hoor. Strak staan. Kijk, ja, dit is leuk. Goed. Koekjes, jullie mogen even aan de kant. Leg ik die walnoot erop. Die leg ik gewoon alsof die in die zitzak valt. Oh, mijn zak loopt leeg. En dan plop ik met mijn handen in die zak. En dan moet Thijs hem eigenlijk vangen. Ja, zo zit het eigenlijk. Maar gaan we nog een keer. Dus dit was de test. De test. Let's get started. Een beetje lucht in de zak. Knoop je erin. Of hem gewoon dicht geknepen houden en dan in je andere hand. Oh, maar hij gaat. Ik heb een bakje om te vangen. Ja, oh, een potje. Hoe? Een potje of een bakje. Maar hoe ga ik dat nou doen, hè? Ik moet eerst proberen richting te krijgen. Oké, ja, ik denk dat ik dat wel kan. Ja, nog een keer. Ik moet dus zien dat ik niet te hard doe. Oh! Nee, herkansing. Komt-ie. Ja! Hoppa! Hoppa! Zal ik nu? Ja, dat is goed. Oké, jij dit, jij dat. Ja. Zal ik eerst? Loop ik eerst, ja. Zo. Ik ben benieuwd. Oh ja, mijn potje. Ja, ik ben klaar. Ja. Hoppa! Dit is een duo, hè? Tjaka! Dit is wel goud, hoor. Bij deze, hij zat erin. Is dit al een onderdeel op de Olympische Spelen? Zeker, ik ga me inschrijven. Heel goed.
broer. Geweldig, broer. Succes, jongens. Succes. Hey, dit is spel 3. Spel 3. Daarvoor heb je het volgende nodig. Een vuilniszak of een andere zak. En voorwerpen waar je omheen kunt slalom. Of misschien zelfs wel overheen kunt springen. Wij dachten, zojuist, we leggen deze ook neer. Durf het toch niet aan. Het idee is eigenlijk simpel. Het lijkt op een zak lopen. Je kunt het binnen doen, maar je kunt het ook buiten doen. Ik sta van in een zak. Met mijn maatje... Ja, Thijs, jij kan dat. Ik heb dat gezien. Ik ben in één sprong, ben ik er overheen. En ik ga slalommen. En slalommen betekent er tussendoor. We gaan eens kijken of dat lukt. Idee. Als je zo meteen op een gegeven moment denkt, komt er nu in mijn beeld of buiten een kudde olifanten langs rennen? Dan ben ik het. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het. Even kijken hoor. Hoe gaan we dat nou doen? Ja, ik ga hier staan. Ja. Komt-ie. Ja. Drie. Zal ik heen en terug? Nou nee. Ga eens maar eens heen, Thijs. 3, 2, 1 en start! Niet zo dreunen, man. Je dreunt zo. Ja hoor, zeker, duidelijk. Ik ga terug. Oké, doe maar. Hoppa. Al die waaltjes zijn weer goed aangestampt hier. Zo. Thijs, ben je er klaar voor? Ja, we hebben weer een leuk spel. Oh. Deze spel 4, volgens mij, ja. In deze reeks. Ja. Wat heb je nodig? Ballonnen. Precies, per persoon. 1 ballon. En belangrijk is dat je die ongeveer even groot opblaast als de ballon van de ander. Niet zo en dan zo. Nee, dat is niet gek. Nee. En wij hebben vaccinelichtjes gekozen omdat we daarvan wisten, kijk daar hebben we er 200 van, daar kunnen we wel wat van missen. Dus je moet iets zoeken waarvan je er veel hebt. Ja, en wat je ook makkelijk kunt pakken om ergens anders neer te leggen. Ja, nou dat is ook handig. Dan heb ik dan twee lichtjes, maar dat mag ook iets anders zijn. En dan? Dan is het goed om te weten dat we eigenlijk nu met z'n tweeën een wedstrijdje gaan doen. Het wedstrijdje, daarbij is de bedoeling dat je terwijl je de ballon omhoog slaat, steeds 1 vaccinelichtje per keer aan jouw kant neerlegt. Dus dit is mijn kant, ik heb hier dat rietje neergelegd. Kijk, we gaan beginnen. Nee, want dat kan niet. Nee, hij is een tactiek. Hij kan niet. Ja, mijn ballon lacht er al. Nee, dat doen we even opnieuw. Ja, dat dacht ik al wel. Nou komt het hem goed uit, hoor. Wil je voor mij even deze kant tikken? Ja, dat is maar goed. Dus, tikt de ballon de lucht in. Hoe je het doet, doe je het. Maar terwijl die in de lucht is, mag je steeds 1 vaccinelichtje naar je eigen kant verplaatsen. Dus. Er liggen... hier 19 vaccinelichtjes. En in de gymzaal weet ik dat we het er wel eens over hebben gehad. Bij zo'n spel. Waarom doe je dan een oneven aantal? Hè? 19 is oneven. Even wat denktijd. Terwijl we de zaal doorgaan. Bij oneven kun je niet allebei 10 of 8 of weet ik hoeveel vaccinelichtjes hebben. Er komt altijd een winnaar. Dus als je tegen iemand anders speelt, doe een oneven aantal. Zullen we beginnen? Waar moet je heen? Oh, ja. Oké. Ja? 3, 2, 1. Waar is die? Oh, kak! Ah, shit! Oh! Nee, je mag niet! Maar je was heel snel. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heb ik een? Nee. 11, denk ik. Ja, ja. Nee, dat kan niet. 4, 6, 8. Ik heb er 10. Oké. Okay. Nou ja. Ik heb verloren. Maar het idee is duidelijk. Je kunt hier heel erg fanatiek van worden. Maar het is ook wel leuk, hè? Zullen we nog eentje doen? Ja, nog één. Sorry. Wat wil ik graag, Thijs? Fijn. Ik wil graag
kan dus zijn dat je ballon op de grond valt. En dan moet je hem eerst pakken voordat je het volgende voorwerp pakt. Goed. Ja? 3. 2. 1. Koude vingers. Ja. Soms moet je even... Kak, kak, kak. Oké. Dit is al min gunstig. Ik kijk even hoe ik dit doe. Kijk hier. Wow. Ik heb er 11. Ik heb er 10. Dat is niet waar. Echt niet. Hij heeft echt niet 11. Oké. Ik kan dit spel niet van Melissa winnen. Maar ik hoop dat jullie het wel van de ander kunnen winnen. Zet hem op. Yes. Zo. Thijs heeft een blinddoek voorgedaan. Dat heb ik natuurlijk met opzet gedaan. Want ik laat hem zo meteen allemaal dingen proeven. En dan moet hij raden wat het is. Hij heeft geen idee. Dat is niks voor Thijs. Maar Thijs heeft een lintworm, dus die lust alles, ja. Toch Thijs? Ja, ik ben er bang voor. Oké. Momentje, ik ga het even klaarzetten. Zo Thijs, ik ga je het eerste schoteltje geven. Althans, die zet ik hier op de tafel neer en dan zeg ik wel even waar je het moet pakken. Oké. Thijs, en dan mag je met je vinger even in. Ik zal het even hier neerzetten. En hoe ga ik dat nou doen, hè? Corona-proof. Ik doe het gewoon een beetje zo. Ja, dat is een schoteltje. Je mag je vinger erin doen. En dan mag je even proeven wat het is. En dan mag jij het zeggen. Oh. Ja. Het is niet iets heel engs, maar dat doe ik dan niet. Nee. Maar je kunt het. Ik denk, het voelt nu al als iets van mayo. Oh ja, dat zou lekker zijn. Ik heb het aan mijn vinger zitten. Doe maar. Nee. Dit is mosterd. En waar eet je dat bij? Nou, waarbij niet ongeveer. Ik eet het ook met een boterham met kaas bijvoorbeeld. Oh ja, lekker. In ieder geval, ik eet dan mosterd met kaas. En een kroketje. Ja, kroketje, dat dacht ik ook. En dat voornamelijk eigenlijk. Oké. Lekker man. Dit. Check. Die mag je opzij schuiven. Dan komt het volgende, ja? Ja. Dit is wat kleiner. Ik vertel het nu niet wat het is, want het ziet er een beetje raar uit. Maar ik ga het even hier neerzetten weer. Ik schuif hem even op. Ja. Ja. Okay, ja. Ja, je mag. Het is iets kleins. Ik ben benieuwd of je weet wat het is. Oh. Ja, precies. Je mag ook ruiken. Misschien helpt het al wel. Ruik naar koffie. Yes! Koffie. Goed gedaan! Koffiebonen, ja. Ja! Oké dan, ja. Check, schuif maar opzij. Volgende! Deze. Zien zij dan wel, maar ja, zij zien toch niet wat het is. Ik ga hier weer neerzetten. Oké, ik krijg er een. Wat zou dit zijn? Oh, lekker vloeibaar. Ja. Is dit, nou, ik ga... Het ruikt naar smeerkaas. Ja, nee, dat is het echt niet hoor. Dus ik ga proeven. Heb je nog koffie aan je vinger? Italië? Ja, ik dacht iets van... Oh nee! Zoetzure saus. Oh nee, ja, dat is iets anders. Ja, dit is ook bruin. Ja. Nee, dit is wat anders. Je hebt gelijk. Wat zou het zijn? Lijkt een beetje op ketchup. Ja! Ketchup? Ja! Waar gebruiken we daarbij? Ik gebruik het bij de nasi. Ja, lekker man. Ja, oh. Ik maak zelf pindasaus. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, en dan mag het er wat bij. Ja. Kijk, deze doen we nu. Komt hier, Thijs. 1, 2, hoppa! Ja. Oké. Het ruikt naar azijn. Ja, maar is het niet? Ja. Sla, olie, sla, dressing.
ik durf het nog een keer te doen. Ik denk dus wel iets van... Ja. Je hebt wel enigszins gelijk hoor. Zal ik je helpen? Ja. Ik zei dus met Italië. Ja. Daar wordt het ook heel veel gebruikt. Iets met be. Balsamico? Ja! Tjaka! Lekker. Next! Ja, dit is een leukertje. Dit is een heel lievertje is dit. Kijk, dit weet je wel Thijs. Oh, geen snoep hoor. Oh, ja. Hij valt ernaast. Hij valt voor je duim. Oh ja, voel het. Ja. Hoe blijf je? Nou, denk ik. Ah, druifje. Ah, tjaka. Ja, Thijs kun je alles geven. Een lintworm wordt wakker. De lintworm wordt wakker. Nou gaan we naar deze. Komt die Thijs. Ja. Check. Oeh, ja. Ruikt bekend. Ja. Zo lastig om met je auto thuis te brengen. Durf je nog? Dit is een soort van Mario? Nee. Bijna. Hoe heet het spul? Knoflook? Nee. Aioli. Ja! Yes. Ja. Ja, aioli. Ja, dat ruik je wel. Ja, ik blijf zijn. Wat zeg je? Oh, welkom. Ben ik weer. Welkom. Ja. Komt ie, volgende. Dit waren alle restjes uit de koelkast, toch? Nee, zeker niet. Zeker niet. Komt ie, hoppa. Ja. Kaneel. Kaneel. Ja, Thijs. Je bent echt een kanjer. Top. Laatste moet je niet proeven, maar moet je ruiken. Ja. Moet even kijken of ik het nou had gedaan al. Oh ja, heb ik het gedaan. Oh, dat was het verkeerde. Nee. Die twee omgedraaid. Nee. Hier kunnen ze het niet zien, want er zit niks op het bordje, maar er zit wel iets op. Je moet het ruiken. Ja. Oeh. Ja. Hebben wij thuis ook. Het is een beetje zo'n weerbalsem. Of gaat het, is het een soort van olie voor een bad. Ik zou zeggen. Nou, ik doe bedenken aan de tuin. Ja. Ja, doe dat nog maar een keer. Oh, ja. Dit is lekker, joh. Ja. Dit is lavendel. Ja, oh wat goed, Thijs. Je mag je blinddoek afdoen. Goed gedaan, man. Oh, nice. Ja, goed gedaan. Wat goed. Dit kunnen jullie natuurlijk thuis ook doen. Ja. En doe de keukenkastje open. Dingetjes op een schoteltje leggen. En voer het aan papa of mama. Ja, precies. Thijs die lust alles, maar andere mensen lusten misschien niet alles. En leg dan eens een keer iets neer wat een ander niet lekker vindt, hè? Dat is wel grappig. Ja, dat is wel grappig. Ja, ja zeker. Zo kun je natuurlijk vermakelijk een spelletje doen met iemand, hè? Zeker. In de keuken. Ja. Nou, succes allemaal. Dit was het laatste spelletje voor vandaag. Ja, toch Thijs? Ja. Ja. Tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Nou, hopelijk op school eigenlijk. Ja, dat hoop ik ook. Dat zou leuk zijn. Dat we weer kunnen beginnen, hè? Zo. Hoppakee, aan de bak. Precies. Okay. Hopelijk, tot op school. Tot snel.